hartelijk welkom bij editie 845 van de Koen en Sander Show voor de verandering. Vandaag gepresenteerd door Koen en Sander. Ja, inderdaad. Bijna een half jaar geleden, of meer dan een half jaar geleden... Nou. Kwam het bevrijdende appje, wil ik niet zeggen. Ja, je zat er lang op te wachten. Nou, het confronterende appje zou ik zeggen. Ja, het ging even niet. Gelukkig gaat het nu een stuk beter. En is donderdag 14 mei en buiten schijnt de zon. Maar hier ook, en hopelijk ook op jouw radio... dat Koen Swijnenberg na een lange tijd, na een lang proces... en na hopelijk veel inzichten terug achter de microfoon is. Ja. En ik was natuurlijk vorige week al heel eventjes te gast in dit programma... om een beetje tekst en uitleg te geven over de afgelopen periode. Het gekke is, en dat heb ik nu nog steeds, weet je... we zijn nu weer samen, ook met het hele team erbij en zo... en ik was hier een uurtje geleden, kwam ik dat pand binnen... en het voelt dan zo snel weer als normaal. Ja, kut is. Nee, helemaal niet. Nee, maar gewoon goed. Zo van, alsof het niet anders is geweest. En het is, het gekke is, het is een half jaar. Ja, ik kan ronduit zeggen, ik heb een klote half jaar gehad. Nou. En ik heb nooit gedacht dat je als mens zo beroerd kan voelen. Maar dan het zijn 6 maanden is zo ontzettend lang. En dan zit je er weer en dan voelt het aan als 3 weken. En hoe voelt het nu? Ben je blij? Dit hebben we editie 845 of zeg je nee? Er is zoveel gebeurd, dit is voor mij editie 1. Het is de nieuw... Ja, dat hoor je vaak, nee, mensen. Nee, helemaal niet. Nee. Ja, het voelt nog steeds wel een beetje onwennig. Het is een beetje engig. Ik was ook weer heel zenuwachtig. Ja. Ik reed hier naartoe en ik heb natuurlijk de afgelopen week veel zitten luisteren. En dan dacht ik, oh, maar kan ik het dan nog? En zo, je bent, weet je, alle zekerheden van het... Nou, niet alle, maar veel zekerheden ook van mezelf, van mijn lichaam, van mijn geest... zijn op een gegeven moment dan niet zeker meer in zo'n periode. Ja. En dan ga je aan alles twijfelen. En op een gegeven moment ging ik ook twijfelen over mijn werk. Ik denk, kan ik het nog wel? Nou ja, dat zal nu moeten gaan blijken. Maar ik vind, nu al de vlaggetjes zijn opgehangen. Het is fijn om jullie weer te zien. Ja. En er valt nu al iets van me af. Dus maar goed, je was hier 8 dagen geleden. Ik ga toch nog heel even de Ivonieën vragen stellen. Oh god, daar komen ze. Hoe gaat het nu met je? Nee, het gaat goed, land. Ja, hoe ver ben je, om het maar zo te zeggen? Hè? Want het is nu nog voorlopig 1 dag in de week. Ja. Dat is hoopvol, dat is goed. Dat, ja. Het is al heel veel meer dan het de afgelopen 6 maanden was. Maar, nee, dat moet dan allemaal officieel reïntegreren. Nee, dat gaat stapje voor stapje. Maar je kan het aan, zeg maar. Het is niet dat je straks bang bent dat dat weer terugval. Of dat, ja, maar tuurlijk ben ik daar... denk dat je daar altijd wel angst voor houdt. Ik bedoel, jij hebt ook een burn-out gehad. Ja, op een gegeven moment dan ben je toch bang dat het nog een keer gebeurt. Ja, dit is wel de meest labiele middagshow van Nederland. Twee burn-outies op een rijtje. Ja, nou ja, we gaan wel een beetje met de trend mee, zo moet je denken. Absoluut. Ja, is het ook. Namens mij, namens het team, namens heel 538, namens eigenlijk iedereen die luistert... denk ik wel, als ik namens die mensen mag spreken... ontzettend fijn dat je weer terug bent. Heel fijn dat je weer op je plek zit. En vooral blij dat het weer goed met je gaat... Ja. En vanaf nu is het recht zo, die gaat neus vooruit. En we gaan gewoon plezier maken, toch? Ja, nou, lieve Sanne, ik heb jou ook en iedereen van het team... en de luisteraars en 538 ook echt gemist. Zeker de afgelopen tijd, want dan voel je dat het weer wat beter gaat. Dan denk je van, gaat het weer kriebelen en dan wil je weer show gaan maken. En ik ben ontzettend blij dat ik hier nu weer... Dan ben ik echt zo blij dat ik hier weer zit, dat het weer kan. En ik hoop natuurlijk dat het weer snel 4 dagen kunnen worden. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik zat te denken, wat moet je nog poëtischer worden? Maar dat doe ik niet vaak, maar ik wil graag een groot filosoof even hier citeren. Lekker maat. Barend, dankjewel voor het afgelopen half jaar. Alle respect. Heel fijn. Het belangrijkste is dat de vrienden van de show nog steeds de vrienden van de show zijn. Dat wij jou gemist hebben, maar zij hebben jou ook gemist, Koen. Koen. Frank hier. Ik kan grapjes maken. Ik kan de lolbroek uithangen. Ik kan stoer doen. Maar in alle eerlijkheid is het enige wat ik wil zeggen... goddomme, wat ben ik blij dat je weer op de radio bent. En wat heb ik je daar gemist en ook als collega gemist. Ik hoop dat het goed met je gaat, goed met je blijft gaan... en dat we je langzaamaan steeds meer en meer op de radio mogen horen. Want daar hoor je ook gewoon thuis. En ik zit met mijn oren aan de radio, want het is fijn dat je er weer bent. Yay, wat fijn. Net als toen. Daar heb je Koen. Welkom terug. Kus van Kim Lian. Hey Koen, je gaat het weer doen. Oh, Koen, 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 je moet het nu wel blijven doen, Koen. Koen, een zoen. Paul, de leeuw. Ja, riezen, goedemiddag. Er is weer daar, Swijnenberg. Willkommen terug. Herzlichen grüßen van Marcelino natuurlijk. Party ohne Ende. Hey, Koen. Laura Ponticorvo hier, oftewel jouw beste vriendinnetje.
Nee, even alle gekkigheid op een stokje. Wat super fijn dat je er weer bij bent. Ik denk dat heel veel luisteraars je enorm hebben gemist bij 538 op de radio. Dus ik wil je ook weer heel veel plezier wensen. En wellicht zien we elkaar een keertje in real life. Dikke kus. Oh, ja. Oh, die had ik even niet zien aankomen deze. Nee, en sterker nog. Daar gaan ze de deur open. Mag ik één ding vragen, Jo? Ja, schat. Apparaten om je wenkbrauwen te kunnen epileren. Dat noemen we toch gewoon een pincet? Of zijn daar derde apparaten? Nee, daar zijn apparaten voor. Echt waar? Ja, zeker. Hoe weet jij dat? Nou, omdat ik zo'n groomer heb. Wat is dit? Zeg ik te veel, Jo? Dat is voor de... Nee, dat doe ik gewoon... Ben je een baby groomer? Zo heet dat. Ik weet groomer. Niet. Ja, groomer. Moet ik het koekelen of... Ja, wat is dit? Ik weet niet wat. Zet een heel lang puntje aan en dan kun je... Nee. Nee, daar doe ik gewoon mijn baardje mee. Maar daar kun je ook alle handen in. En er is ook een opzetstuk voor. En dan... Oh, een groomer. En je wat vindt... wij dus gewoon een topneuzen noemen. Ik heb een neushaartrimmertje. Welkom bij de rubriek. Ja. Ga er even rustig voor zitten. Af en toe als ze echt lang zijn. Want kijk, het enige gekke... Corona doet geen gekke dingen met mij. Heeft behalve één ding... dat ik mijn neushaar heb laten staan. Want ik dacht, dan worden die... Hallo, journalisten in Nederland. Luisteren we even mee. Sander Lantinga. Ik heb mijn neusharen staan. Ik denk, laat het eens gewoon een keer groeien. Nee, kijk wat lang ook leuk staat. Nee, ik denk dat als we bacillen in de lucht hangen... dan worden ze opgevangen door de neusharen. En komen ze niet in de longen. Jezus. Dit heb je echt bedacht. Nou ja, en nu trekken ze gewoon weer eruit. Ja, dat was het enige rare wat corona met mij heeft gedaan. Voor de rest lik ik gewoon deurklink, hoor. Ja, nee. Maakt mij helemaal niet uit. Ja, Jootje, heb je nog iets? Ja, zeker. Ja. In nieuw fan-up heeft... Maar ik vind het veld me ook... Stel me teleur dat jullie dat niet gezien hebben. Niet even een complimentje gemaakt over mijn neushaar. God, wat zit dat leuk. Heb je een permanentje erin gewaterd, een golfje. Koep zo lekker. Oké, we moeten door, jongens. We moeten echt door. Je ziet gewoon helemaal niks. Nee, leuk. Hey, dankjewel, Jo. Een coltrui aan. Binnen één seconde krijgt hij complimenten. Nou, noem dat complimenten. Ik zit 6 maanden met verlengd extension neushaar naast je en ik hoor helemaal niks. Verlengd extension. Ja, schat. Ja. Is het wel echt waar? Je is echt waar, hè? Ik heb het echt laten staan. Jezus. Of zoals de jongeren nu zeggen, oké, groomer.